Alleen als je mensen een veilig en vlot alternatief biedt, kiezen ze voor de fiets in plaats van de auto. Precies daarom zet de provincie Vlaams-Brabant sinds een aantal jaar fors in op fietssnelwegen. Want meer fiets, dat is minder file en meer gezondheid. Eén daarvan is deze F3 tussen Leuven en Brussel. Elke dag passeren hier zowat 1000 fietsers en het worden er elk jaar meer. De F3 fietsnelweg is zeer populair, maar we merkten in bevraging die we gedaan hebben dat er eigenlijk toch wel veel ontevredenheid was over de knikjes in Kortenberg. Het zijn eigenlijk drie omleidingen waarbij de fietser de spoorwegroute moet verlaten, gevaarlijke baan moet oversteken om dan zo terug naar de spoorwegroute te gaan. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid heeft de gemeente Kortenberg dus de twee tunnels aangelegd. Nu zijn de vervelende knikjes eigenlijk weggewerkt. De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en de gemeente Kortenberg investeerden samen 2,7 miljoen euro in het project. Binnenkort start nog een tweede fase, waarbij de route langs de spoorweg nog verder wordt aangelegd tot het station van Kortenberg. Nog even geduld dus, maar dankzij die eerste fase is het nu al een aangenamer traject. Nu de knikjes zijn weggewerkt, is de route 800 meter korter geworden. En bovendien ook veiliger, vlotter en comfortabeler. En we hopen op die manier nog veel meer fietsers te overtuigen. Het is gewoon één rechtstuk tot in Brussel. We komen eigenlijk nergens in contact met auto's. De baan is ook breed genoeg om andere fietsers voorbij te steken zonder dat dat een probleem vormt. Ja, het is echt heel leuk om hier te fietsen. U bent een overtuigd F3-gebruiker? Ja, absoluut. Ik zeg het ook elke dag aan mijn collega's en aan het team dat het zo fijn is om elke dag gewoon door de velden. Het zijn rustige straten. De F3 is fantastisch.